Deze foto is van Kim van den Berg. En Kim van den Berg dwong de jury inderdaad toch wel tot een hele scherpe blik. De zwart-wit foto is natuurlijk moeilijk terug te brengen tot een bepaalde periode. Maar heeft daardoor juist iets heel moois en iets heel tijdloos. Ook hier vroeg de jury zich af wanneer de foto gemaakt is. We hebben even zitten kijken naar de schoenen en zo. Of er bekende logo's en zo op zitten. Maar dat is toch niet zo heel erg makkelijk. Zijn dat moderne gimpen die we daar zien en die bungelende voetjes? Het zijn moderne schoenen. Het zijn moderne schoenen, dus het is een recente foto. Nou, ja. Kunnen wij weer rustig slapen. We hebben ons echt wel in de hoofd over zitten breken. Mag ik de volgende foto? Deze foto. Die is van Georges Manders. De jury werd hier echt gegrepen door de hele mystieke uitstraling van deze foto. Echt van de besneeuwde Waalhaven in zo'n hele ijle winterse tonen. Waar het is een heel zacht avondlicht. Een hele mooie, mysterieuze, zachte, serene foto. Is het avond? Ja, het is van die kant. Dat is een scherp contrast met de volgende foto. Kijk. Deze is van Marieke Thomassen. De reuzenrad op de Waalkade bij nacht. Dat was een populair onderwerp. Daar kregen we heel wat foto's van binnen. En toch wist deze foto van Marieke zich te onderscheiden door een ware kleurenfontein. Die ondanks de herkenbare setting ook nog wel een leuk puzzelplaatje is. Want probeer er toch maar eens wat uit te halen. Kijk, dat reuzenrad lukt nog wel. Maar daaromheen wordt het toch heel psychedelisch. Ja. Nou, dit kleurenspel dat komt van Anton Vreehey. De stad uit de toekomst moesten wij bijna, hadden we zoiets, zo'n scène uit de film Blade Runner met Rutger Hauer. Een intrigerend panoramabeeld van Nijmegen en de Waalkade, dat door bewerking zo sterk vertekend is dat het echt gewoon een hele eigen identiteit heeft gekregen. Bijna ingeklemd tussen die twee bruggen. En Batman. Dat mijn mond daar ergens in het midden, denk ik. Ja. Mag ik heel even wat aanvullen, want ik heb de maker hiervan gesproken. En die heeft me verklapt dat dit eigenlijk een panoramafoto is. Ja. Waar hij echt uren aan heeft gewerkt. Hm. Misschien, Anton Vreehey, mag je even zijn hand opsteken? Ik denk dat het zeker goed is. Kijk, hele bijzondere foto, ja. Deze foto is van Jan Arends. Nou, natuurlijk een heel duidelijk tijdsbeeld, hè, met het donjon daar aan de zijkant. Dat is inmiddels een verleden tijd, maar hier nog mooi vastgelegd. Vanuit een heel laag punt aan het water met zeker een oog voor hele mooie lijnen. Kijk maar eens heel goed naar deze foto's, hoe de lijnen allemaal naar een bepaald punt toe lopen. En zeker natuurlijk een historische foto van een moment vastgelegd in de tijd. En de laatste van de longlist van Henk Egbersten. Het is een zwart-wit foto. Hij is afgedrukt met een witte kakkelrand. En het lijkt een hele oude, tijdloze opname bijna. Misschien wel uit de jaren 50 of 60. Maar mogelijk was dat ook de bedoeling van de kaart, of van de fotograaf, dat hij ons op het verkeerde been wil zetten. Want de Waalbrug is pas sinds de jaren 80 toch wit geverfd en hij is hier echt wit. Dus zo oud is deze foto niet. Daarvoor was hij namelijk donkergroen. Is hij echt best aanwezig? Ja. Van wanneer is deze foto? Anderhalf jaar terug. Zo word je dus op het verkeerde been gezet. Nee, we hadden hem door. Hè? Ja, we hadden hem door. Maar het is inderdaad wel heel leuk. Inderdaad, het geeft wel aan wat je met een foto kunt doen. Want als je dat nu dus niet weet van de Waalbrug, dan denk je dat dit gewoon een hele oude foto is van Nijmegen. Echt een oud kiekje. Nou, met dit oude kiekje ben ik door de longlist heen. Dan geef ik het woord weer aan Hanny Kunst voor de winnaars. En weer naar Ik heb een eigen microfoon, begrijp ik. Ja. Nou, dames en heren, ik ben erg onder de indruk van de prachtige foto's die er zijn gemaakt.
Je zegt zeggen, zo'n waalkade, daar kun je maar een paar foto's van maken, want het blijkt van dat er van allerlei mogelijkheden zijn. Dat, echt heel mooi. En ik dacht al, nou, misschien kunnen we er als gemeente nog eens een keer iets mee. Uiteraard in overleg met inzenden, maar het zijn gewoon hele aardige foto's ook in het kader van representatie van de gemeente. Ja, kijk ook even naar mijn collega Henk Bier, om gewoon een keer iets mee te doen. Gewoon prachtig. Goed, dan de prijzen. We hebben één aanmoedigingsprijs. En dat is voor de jongste inzender. Zij is 14 jaar. Ik hoop dat ze hier is. Ja, mooi. Hè? Meisje van 14, meisje van 14 jaar. Janna Koopmans. Is Janna hier ook? Ja. Oh. Ik ga even wat over jouw foto vertellen. Want dit is jouw foto. Ja. Jouw foto is de Waalkade met de Waalbrug, maar dat is gespiegeld in de verkeersbord. En je hebt met je foto een herkenbaar beeld gegeven op creatieve wijze. En de weerspiegeling van de Waalbrug bij de ondergaande zon heeft iets magisch. De magie weerspiegelt zij in de dagelijkse realiteit van een verkeersbord voor de scheepvaart op de Waal. Dit is de tekst van de jury. Ik heb een prijs voor jou. Je krijgt een bon voor een fotografiecursus op de Lindenberg. Na cursus. Nou, oké. Ik heb nog even een vraag aan jou. Fotografeer jij wel vaak? Ik fotografeer als hobby, zeg maar. Oh. Dan zo jong al? Ja. Als dat mooi is, je zo'n jonge hobby hebt, wat trek je nou aan in fotograferen? Ja, ik vind het gewoon mooi om beelden vast te leggen en om dingen te laten zien in die beelden. Heb je al eens een cursus gedaan? Nee, nog niet. Nou, hartstikke mooi. Hierbij. Nee, en we hopen je nog een keer terug te zien. Veel succes. Dank je wel. Dan de derde prijs. Ik begin met de derde, naar de tweede, naar de eerste, zo hoort dat. Ik vertel pas aan het eind van wie de foto is. Maar degene die hem heeft gemaakt, die ziet het zo dadelijk wel als hij achter hem wordt gepresenteerd. De derde prijs is voor Koe in Weiland, gezien vanuit Lent. De wereld aan de waterkant, een van de vier thema's waaruit de deelnemers konden kiezen, bestaat in contrasten. De foto toont twee zijden van dezelfde rivier en daarmee twee verschillende werelden. Aan de overkant de kade van de bruisende stad in heel zijn dynamiek. Tegenover die stadse horizon de idyllische oever van het landelijke Lent. Waar het groen nog heerst en de koe in alle rust zijn dutje kan doen. Zonder zich te bekommeren van de stedelijke hectiek aan de overkant. Een beeld dat hoe dan ook over enkele jaren tot de historie zal behoren. Want waar de koe nu ligt, zal dan een eiland zijn. Een prachtige opname, denk ik, van twee werelden. En de foto is gemaakt door Benny Knoos. En jij, ook een bekend fotograaf. Fotografeer jij graag? Ja, dat wel, maar ik heb niet vaak gedaan. En waar, pas op later leeftijd? Ik ben iemand van 14, dus is daar die ouder. Ja, ik heb zeg maar 9 maanden geleden weer een keer een spiegelreflectiecamera gekocht. Ah. En zeg maar, ik was van plan om veel foto's te gaan maken, maar dat kwam er niet van. Dit was een hele mooie aanleiding om te starten. En dan meteen de derde prijs. Nou, daar zit maar in het verschiet wat dat betreft. Dit is de derde prijs en dat is een heel mooi fotoboek. En dan kun je dan allerlei foto's in de oppakken wat dat betreft. Veel succes en wij genieten graag nog even in de foto. Dankjewel. Dan de tweede prijs. Dat is een foto van de bal.